En daar jullie best van Dutch Gaming! En welkom bij een nieuwe video hier op dit kanaal. Vergeet was zeker niet om dat duimpje hoog te klikken en dan was te abonneren voor meer natuurlijk. Ik ben vandaag in mijn uppie en ik speel tegen Jordi. Ja, daar ben ik echt alleen man. Ja, lekker man. Ja, 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 lekker kort. En dit is het kutteam van Jordi en mijn team is veel beter dus. Jij hebt echt gewoon allemaal special cards en dan heb je zo'n kutkeeper die gewoon goud is. Maar hij is wel goed. Ja, maar hij is alleen goud. Nee, alleen... Ja, hij is wel goud. Het is niet eens shiny goud, maar het is gewoon goud. Ja, maar hij keept wel redelijk. En... Beter dan die Onana van jullie. Ja, maar als zij dan veel druiven gaat spelen tegen alle... gewoon allemaal tegen random mensen en zo. Dus hij is echt gewoon een heel special cards team. En dan is de keeper en die is dan niet special card. Ja, maar ze kunnen hem niet passeren. Ik heb... hij heeft al 3 keer de 0 gehouden online. Nou, geen slechte keeper. Oh, nou, die kan dat niet in FIFA. Echt net niet. Ik heb trouwens ook een beetje aan je tegenstanders. Ja, weet ik, maar die waren ook echt slecht. Maar ja, divisie 7, hè. Maar ah, ga ik wel weer uitkomen daar niet van. Ik ben er ook alleen puur in gekomen dat ik even moest wennen aan dit team, dus. Je zat daarvoor toch ook al in divisie 7, want je was gedegradeerd met divisie je Premier 6. League team. Maar je was toch wel echt gedegradeerd met je Premier League team, dacht ik. Wat nee, ik weet wel dat ik met mijn Eredivisie team was gedegradeerd. En ook inderdaad een keer met Premier League. Maar dat was, toen was ik ook alweer direct Premier promo. League verkocht, omdat het kut speelde. Ja, ik had het alleen puur verkocht omdat het kut speelde, maar that's it ook. Hey. Nou, dat was al vrij snel de 1-0. Ah, joh. Eerste potje 4 van de dag, bij jou niet. Echt wel? Dat is ook wel een eerste potje 4 van de dag hoor, flikker. Oh. En jezus, dat is ook geen excuus. Zeker wel. Ik ben even zo'n FIFA geweest om verdrijvels geld te claimen, hè? That's it. Dan ga je geef niet voor 25k dat geld doen, echt niet. Ik had 32k, hè? Ik zit in divisie 5 en ik ben rang 3 geworden, dus dan krijg ik gewoon 32. Ja, ik 25. 25k heb je meer als dat scheidpakketje wat je anders krijgt. Dat klopt, maar ja. Het pakketje is wel leuk, grappig. Oh, als die erin had gezeten, hè? Was zo mooi geweest. Ja, maar dit is FIFA en ja. Die Gnabry komt zo in deze opstelling wel beter. Jongen, nee, doe ik niet eens! Waarom ramt je keeper altijd automatisch de bal weg? Dat hij dat zo doet. Slecht. Waarom kun je hem niet gewoon aannemen? Hij ramt hem automatisch altijd weg. Ik vind het sowieso slecht dat ik dingen niet doe wat gebeurt. En daarom zei hij 2-0 voor. Wauw, FIFA. Fix je shit. Nou, weer Gnabry. Weer FIFA. Wauw. Kut FIFA. Fix je verdedigende, bot. Echt waar. Die heeft een grote update nodig namelijk. En de paas ook, echt waar. Nou, jij geeft gewoon een kutpaas gelijk als eerste paas. Nee, ik doe dat niet eens. Ik wou hem direct naar voren. Ja, maar er staat toch voorin niemand. Waar moet hij dan heen paasen? In de diepte waar niemand staat? Er stond wel Ziyech heel eventjes. Ah, godverdomme, doe ik weer niet. Het zijn toch gelijk zijn headset eruit. Het was Zingy. Oh, dat is Brian dan. Ik hoorde, nee. ik hoorde dat gelijk dat iemand zet het eruit trok en gelijk de echo. Nee, je liet je controle flikkeren, laat ik het zo zeggen. Nee, dat was ik ook niet. Nou, grappig Brian, maar ik hoorde het ook. Brian, wie was het dan als Jason het niet is? Ja, Jason was het. Nee, ik hoorde het toch ook. Ja, ik ook. Ja, Brian, haal me maar uit mijn concentratie. Dat is geen excuus. Nee, vooral als ik Veldman heb die FIFA heel goed is. Veldman is echt koude goed. Ja, echt koude goed op FIFA. Echt koude goed. Hij won een kopduel. Mag de kroon. Jongen, in het echt is hij tenminste koude goed. Ja, in FIFA niet. Maar ja, FIFA is iedereen tering slecht. Terwijl ze in het echt koude goed zijn. Nee, in FIFA is iedereen slecht behalve. Ja anders. Hoor! Kut goal, echt waar. Het gaat heel gemakkelijk, Jason. En hoe was nou weer een kut goal? Dat is gewoon een kut goal, echt slecht.
Het is niet slecht, ik speel het gewoon goed uit. Jij, zeg maar, ik kom met mijn verdediger rechts erop. Het enige wat jij kan doen is je keeper... Nee, volgens Brian is dit Duits. Nee. Nou, dit is geen Duits. Dat is het niet. Brian die zegt ook altijd dat het Duits was en ik mocht toen de bal niet scoren omdat het wegens zijn voorzet. Helemaal niet, dat is geen Duits. Nee, maar ik ben Brian niet Jason. Nee, trouwens, Brian. Dit is, jij verdedigt slecht. Het enige wat ik ga doen is met je keeper op mijn aanvaller afstormen. Terwijl mijn aanvaller helemaal vanaf links komt, vanaf buitenkant in principe. Dus laat je en ik geef hem dan voor, ja. Dat is jouw eigen Jij hebt hier trouwens ook veel geluk. Dat is ook je eerste kans trouwens, dus. Ja, maar die gingen wel bijna direct in. Ja, dat was gisteren ook zo. Nou, wauw, mijn verdedigers staan nergens. Elk schot erin. Mijn verdedigers, die de licht is echt slecht, zeg. Tjonge, jonge. Net zo slecht als jij bent. Heb je aangepast artikel aan? Ja! Dat zou ik wel, maar anders misschien lijkt dat. Dat is wel een heel subtiel balletje van Royce. Ik heb eigenlijk al de hele week in FIFA gespeeld. Kan er ook niet alleen daar die van, maar... Ik heb ook eigenlijk bijna nooit voor tijd gehad om überhaupt een game te spelen. Ja, hey, ik kan eens een stage moeten doen. En dat je dan uitgerekend bij een bedrijf gaat waar je tot 5 uur moet. Nou, oh, ik vind het wel leuk daar niet van, maar... Het is wel kut, maar... Dat is zo kut tijden. Ja, ik vind het wel leuk, maar het is wel kut. Ja, nee, dat is kut tijden, maar ik vind het wel leuk om te doen, zeg maar. Ja, weer zo'n kut tackle waar FIFA niks voor doet. Het is ook de bal, dus het schot weer. Ja, dit is allemaal een onzin. Ach ja, kut, natuurlijk. En ik krijg nu min 4. Ha, karma. Wat staat er weer karma aan? Nee, dan moet Brian niet zoveel gaan tryharden. Dus, nee, ik had het over dat hij min 4 kreeg. Had hij maar niet zoveel moeten tryharden, dat loopje. Dat krijg je sowieso omdat je in, een bepaalde divisie zit. Ik zeg ook min 1 per potje. Ja, ik zit nu in Champions. Ja, moet hij maar niet zoveel tryharden, hè. Het is beter als je in de divisie 1 zit, bijvoorbeeld. Ja, FIFA is dat wel goed. Maar, sowieso. Waarschijnlijk kom ik nu tegen nog erger tryhard. Dus officieel mag je me niet eens een tryhard noemen. Brian, divisie 1 is toch hartstikke goed, joh. Ja, nou echt, geen bots. In FIFA-termen. Nou, ik begin een beetje in de wedstrijd te komen. Je ziet echt, die paar schiet ook echt kutballen. Momenteel. Ja, nu loopt mijn aanvallers niet helemaal in de goede richting. Maar als dit team begint te scoren, is het toch al te laat, dus. Maar Jason, jij zegt dat je die Tagliafico-kaart niet zo heel goed vindt, maar ik vind hem best sterk staan eigenlijk. Ja, Tagliafico die speelt nu ook al goed. Heb ik gezegd dat hij slecht was dan? Nou, jij vond hem niet heel chill. Nee, op sommige momenten speelt hij ook echt slecht, terwijl het team wel goed functioneert. Die Tagliafico heeft gewoon een zwakke. Maar die Velman, daar ben ik echt niet over te spreken. Die jongen, dat gaat niet lang duren. Dat ga ik JSBC doen. Ja. Want die Velman die kan echt net niks op FIFA. Hou jij niet zo snel. Die Dumfries is... jij al dat geld hebt voor zo'n SBC en je gaat echt elke keer in die visie hier aan één proberen te halen, dan ben je wel 4 weken, 5 weken verder. Ja, maar dan heb je wel een goede speler. En in die tussentijd geef je toch wel weer geld uit. Nee hoor. Waaraan zou ik mijn geld aan moeten uitgeven? Aan kutspelers? Nou, bijvoorbeeld aan een keer aan conditie of zo. Jo, maar dat haal ik wel uit de packs van de squad battles. Of je moet weer een SBC of een omroad deal spelen. Och jongen! Ga voetballen. Voor welke omroad deal spelen ga je eigenlijk? Weet ik nog niet echt. Ik ga kijken welke een beetje goed is. Is het een suppressed pistol game mode of zo? Misschien voor die Griezmann als super sub, weet niet. Of voor die Pep ja, trouwens. Ja, voor die Werner. Ja, 5-0. Ja, al jouw kansen erin. Zeg jij dat jij... Oh, dat zeg je altijd. 10 van de 8 10 schoten heb ik en 8 daarvan zijn op goal en 5 daarvan zijn in het netje beland.
Zeg ja dat jij nooit geluk hebt, FIFA, man, dom niet toch hoor. Ik heb geen geluk, dit zijn gewoon goede schoten met goed uitgespeelde kansen. Jij zet een 78 rated keeper, zeker tegenover een 88 Cam Royce. Ja, kan er ook iets doen dat de FIFA zo slecht aan de Eredivisie heeft gedacht op FIFA. Je kan ook gewoon... Doe van die Onana is beter in het echt dan op dat kutspel, hè? Ja, weer een kut goal. Wat net van hier. Tadic, jij bent echt geen spits op kaart op FIFA. Totaal niet. Jongen, kerel, wat ga je nou janken? Je schiet hem zelf slecht in. Maar Ziyech scoort meer dan die spits van mij! Ja, maar Ziyech is ook 89 rating, heeft betere stats als Tadic. Tadic heeft nauwelijks shooting en dat heeft een spits, dacht ik, nodig. Ja, nou, maar jij koopt hem. Jij hebt hem toch om te klagen. Je kan ook een andere spits gaan halen. Houd dan lekker Luc de Jong of zo meteen. Nee, Luc de Jong kan alleen maar koppen, die noep. Echt waar. Nee, die heb je van Jordi genakt. Nee, dat wist ik sowieso al. Oh, nee, die moet je maken. Was buitenspel hoor. Oh, was buitenspel. Ik verklaar dat je had. Wat gebeurde er? Ja, maar speel ik altijd tegen Tadic aan. Nog dat buiten spel was. Ik weet wat er gebeurd is, Jezus. Hou je kop er gewoon. Ga voor dat spelen, noepje. Oef. Maar ik zit al een potje, man. Ik heb 2 kills. Jij kent alleen maar dat kutspel. Ga een ander spel spelen, man. Wat ik? Wat? Dit spel is zo slecht als fucked. En jij alleen maar met je T-series, nou ga toch weg man. What the heck, nee. Grote tegenslag verwerkt hè. Moet me niet eens. Oh wat? Lekker Leno. Ach jongens, het is niet het einde van mijn leven. Ik vraag me wel af hoe die man die district heeft gemaakt over PewDiePie die zich nu voelt. Met zijn Indiaanse stem. Ja weet ik niet, by PewDiePie. Ja later. Ik snap wel dat hij dat doet. Waarom een Engelse titel voor een Indiaanse tekst? Snap het niet. Jason laat hun gewoon. Hé, nou, hey, wat is dit nou? Views krijgen, hè? Oh ja. Kijk maar naar T-Series. Wat is dit? Ja, PewDiePie had al het gemiddelde met 1 liedje van T-Series in de week. Sinds wanneer staat er bij Tilke Towersberg een vliegtuig? Ach, hou toch je... Wat vliegtuig? Tilke Towersberg? Ja. Een helikopter bedoel ik. Oh ja, die stond eerst op die berg. Die vliegt de hele tijd rondjes. Nou leuk. Gefeliciteerd ja, Fortnite. In de volgende content update, dinsdag, gaat waarschijnlijk iets gebeuren met die helikopter. Ja, zeg ze elke keer. Nou, jee. Hey, aftrap glitchje. Lekker man. Dit is mijn nieuwe spits. Even genieten, een grapje. Auwe! Voor zover je dat genieten kan doen, maar als je 6-1 achter staat. Ja. Oh nee! Deze vent zit 20 meter boven mij, man. Is dat grappig aan? Ik wil geen bouwbattle meer met deze mensen aangaan. Oh, Brian kan ook eigenlijk een keer een bouwbattle niet winnen hoor, ons noepje. Ik wil geen bouwbattles meer aan. Ik bet. Zeg gewoon build battle en anders niet. Het aimen van deze man is zo slecht, maar het bouwen kan die alleen maar.
Terwijl het één belangrijkste is. Nee, bouwen is belangrijker. Hoppa! 7-1. Eén is niet belangrijker, hoor. Dat is even belangrijker. Eén is zeker belangrijker dan dat kut bouwen, dat hele kutspel. Nee, hoe vaak heb Grabio al niet gescoord, Jesse? 4-5 keer? Ja, kom. Eén is niet veel belangrijker. Hij heeft in ieder geval vaker gescoord dan jouw spits. Sinds ik de laatste keer met jou heb gespeeld, ben ik veel beter in Emen geworden. Nee, hey Brian, daar heb je gelijk in. Emen is niet veel belangrijker, nee. Want je kan ook gewoon, als je niet eens raak schiet, gewoon 90 damage doen met de pump, weet je wel? Nee, maar bouwen werkt ook niet in dat kutspel, dus ja. Haal het er maar uit. Niemand gebruikt het. Want ja, je wordt toch naar beneden gespreid. Iedereen gebruikt de bouwen. No. Dat maakt dit spel ook zo uniek, jongen, Dombo. Ja, ik snap dat zelf ook nog wel. Net zoals deze FIFA maakt hem heel uniek. En volgende FIFA gaat blijven ze erin. Nee, we gaan Emma eruit. Geloof mij, Emma speelt echt tering slecht. Kunnen ze niet, man. Ja, maar het is maar 1 punt of 2 punten verschil. Ja, en NAC heeft ook gewonnen van dat kut Excelsior. Ja, dat is dus juist gunstig. Nee, juist niet. Ja, juist wel. NAC komt dichterbij. Kunnen we niet per direct, hoeven we ook niet per direct te degraderen. Zo, wat een aardschot zegt, Thomas. Brian, dat is juist niet gunstig, want we hoeven ook niet per direct te degraderen. Kunnen ze doen via de play-offs. Ja, maar als Excelsior won, dan deden ze play-offs. Ja. Play-offs is toch veel beter dan per direct degraderen. Gelijk spel was het beste geweest. Ja. Ja, maar ja, NAC moet weer, moet weer typisch Duits doen. In de laatste minuten kut scoren. Dat soort van buitenspel gerekend van mijn speler en dan eerst de bal überhaupt een poging kon doen om een bal te raken. Nou, dat is slim om Duits te scoren. Dat was in ieder geval wel een leuke video voor de mensen die.